Dag allemaal, mijn naam is Rutger Steenberg van CEO Zwolle en ik laat in dit korte videootje zien hoe CEO werkt. CEO, zoekmachine optimalisatie, is heel complex. Je kunt het ook heel complex maken. In de basis is het niet zo gek ingewikkeld en dat laat ik zien aan de hand van deze video. Ik heb voor mij de pagina van Google Search en ik typ in dit geval BMW, ik verzin zomaar wat, Zwolle. En Google laat de zoekresultaten zien. Wat doet Google nou eigenlijk? Google bestaat uit een enorme database van websites, van pagina's van websites eigenlijk. En als een internetter een zoekterm opgeeft, gaat Google kijken in zijn database welke pagina het beste aansluit, de relevantste is voor de term die de internetter intikte. Nou, ik tikte BMW Zwolle in. Als eerste komt een BMW dealer tevoorschijn, BMW Allbacking, dat is een BMW dealer in Zwolle. Op tweede plek staat ook BMW Allbacking Zwolle enzovoort. Wat er dus eigenlijk gebeurd is, op basis van deze zoekterm, zegt Google, is de BMW dealer in Zwolle de relevantste pagina. En dat klopt natuurlijk ook. Nou, wat kunt u met deze wetenschap? Mensen, ik heb het nu even zelf gedaan, tikken woorden in Google. En het zou lekker zijn als u weet welke woorden mensen intikken, want dan kunt u die woorden heel bewust op uw website gaan gebruiken. Zoekmachine optimalisatie is dus eigenlijk achterhalen welke woorden mensen intikken in Google en die heel bewust op je website toe gaan passen, zodat de zoekvraag, wat de internet intikt en wat er op uw website staat, zo goed mogelijk aansluit. Nou, wat tikken mensen nou in Google? Dat is vaak 2, 3, maar soms ook 4, 5 of 6 woorden. Ik zou bijvoorbeeld ook in kunnen tikken tweedehands BMW Zwolle. Moet ik het wel goed tikken met de S erachter, tweedehands BMW Zwolle. En nu laat hij een hele andere website zien. Nou, dat is Oyo, blijkbaar een tweedehands auto website. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar stel dat u nou de dealer uit Zwolle bent die ook tweedehands BMW's aanbiedt. Dan zou u op uw website een pagina kunnen wijden aan de term tweedehands BMW Zwolle. Als iemand als ik nu die term intikt in Zwolle, in Google, dan is de kans groot dat mijn website in ieder geval hoog in de zoekresultaten verschijnt. Het is dus eigenlijk constant uitzoeken, zoekmachine optimalisatie, wat mensen intikken in de zoekmachines en hoe u deze termen op uw website kunt zetten, in uw website kunt verwerken, zodat u bovenaan komt als iemand de woorden intikt waarop u uw site heeft geoptimaliseerd. Over SEO en zoekmachine optimalisatie valt nog veel en veel meer te vertellen. Dat ga ik ook doen de komende tijd in videofilmpjes op YouTube en in mijn nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor mijn nieuwsbrief op de website www.seozwolleaanelkaarvast.nl. Dus www.seozwolle.nl. En als u zich aanmeldt, krijgt u meteen gratis een SEO-rapport met daarin 5 goede tips die u direct kunt toepassen op uw website, waardoor u beter gevonden wordt in Google en waardoor u dus gratis bezoekers naar uw website trekt. Bedankt voor de aandacht. Dit was Rutger Steenbergen van seozwolle.nl.